voor jullie bijdrage en het uitdelen van de ansichtkaarten. Wij hadden het schoolmapproject op school gehad en het ging over de herdenking en over alle slachtoffers die zijn gevallen en over de mensen die moesten vluchten. Goede en veilige toekomst ligt in de handen van onze jeugd. Zij zijn het die de komende jaren zullen opgroeien en vroeger of later het roer zullen overnemen van onze huidige generatie. En daarom is het goed te zien dat er ook vandaag weer veel jonge mensen aanwezig zijn om stil te staan bij de lessen die wij uit het verleden kunnen en moeten trekken. Traditiegetrouw zijn ook weer de kinderen van de Montessori-school aanwezig. Het was op deze plek immers waar we nu staan, waar een Montessori-school was gevestigd. En deze werd volgetroffen door bombardement. Ja, op zich, het is wel best wel bijzonder om hier aan mee te doen. Ik bedoel, niet iedereen kan dat doen. Ik vind het heel goed dat ze dit doen, 1 keer per jaar, voor alle slachtoffers en voor iedereen. In onze klas noemde iemand dit monument de heilige schommel. Op alle andere schommels kun je gewoon schommelen, behalve op deze. Deze is altijd leeg. Wij maakten een kleed, een soort rouwkleed. In elke bloem zit een scheur. De scheur wordt verbeeld door de rode draad. Het stelt een verscheurd gevoel voor. Dat verscheurde gevoel hadden mama en papa van de kleuters Henny en Ria ook. Die waren uit het noorden van Nederland naar Nijmegen verhuisd, uit angst voor oorlogsgevaar. Ze woonden vlakbij de marinebasis. In Nijmegen voelden ze zich veilig. Ze begonnen een taartenwinkel. Toen Henny en Ria op deze speelplaats waren omgekomen, konden hun ouders van verdriet niet meer in Nijmegen blijven. Ze vluchtten opnieuw naar Curaçao, voorgoed. Zo begon het project over het bombardement. Waarbij we vooral aandacht besteed hebben aan mensen die toen om verschillende redenen uit Nijmegen vertrokken. Op de vlucht vanwege het bombardement. Ik zelf zou dat niet kunnen, denk ik. Vluchten zonder mijn familie. We spraken erover in onze groep. Iemand anders zei dat ze juist heel erg sterk zou worden en krachtig uit boosheid. De verwoesting kwam overwacht. Niet door toedoen van onze gezamenlijke vijand, maar door uw naaste vriend en bondgenoot. Hiervoor betuig ik u namens mijn land ons diepste en meest welgemeende medeleven. Velen van u hebben de emotionele pijn doorgemaakt van het verliezen van een geliefde op die dag. Nog vele anderen waren nog niet geboren, maar dragen toch de herinnering van uw families en uw gemeenschap met zich mee.